Poldermolen Terpzicht is woensdag voorzien van nieuwe wieken. Het oude, grenige vlucht uit 1981 was doorgerot. De molen heeft nu roeden van Billingahout, een houtsoort afkomstig uit West-Afrika. De spinnekopmolen staat sinds 1888 in het Altland tussen Marsum en Deinem. Hoewel de molen geen functie meer heeft, laten vrijwilligers van de stichting Molens in Benaldemadeel het monument regelmatig draaien. Mensen, de eerste roede is bijna gestoken. Ja, de eerste roede die zit er bijna in. We hebben nu een beetje ervaring gekregen hoe zwaar het is en hoe moeilijk het is om zo'n roede met de hand erin te steken. Meestal dan staat er een kraantje en dan wordt het omhoog getakeld en dan wordt het van boven naar beneden erin laten zakken. En nu moesten we dus met takelwerk moesten we het omhoog hijsen. En dat is nog best zwaar werk. Het gevlucht, hè, zo heette de roede, die was nodig aan vervanging toe. Ja, de grenen roede die er van 1981 af in heeft gezeten, die was van binnenuit helemaal verrot. En vorige week maandag, toen ben ik met het malen met deze molen, ben ik die roede kwijtgeraakt. Die vloog het weiland in. Dus gelukkig was er geen vee in het land. En ik stond zelf ook op een goede afstand, want ik had wel een beetje verwacht dat het niet goed zou gaan. Maar dat bespoedigt dus de zaak dat we nu dus de nieuwe roeden erin kunnen steken. Dat vond ik wel een mooi idee. En er was geld voor? Ja, de Rijksoverheid die beoordeelt dan hoe de situatie is met het onderhoudstoestand van de molen. En die heeft gezegd van ja, dit kan zo niet meer. Nou, en dat is dus in de praktijk ook wel gebleken. En toen kwam er dus subsidiegeld vrij om nieuwe roeden te laten maken bij molenmaker Himstra. En dat is dus ondertussen gebeurd. En ik ben heel blij dat ik ze er nu in krijg. Terpzicht heet de molen? De molen heet Terpzicht en is van 1888. Ja, en de Stichting Molens in Benaldemadeel heeft nog 7 van deze poldermolens. Die zijn wat groter. Dit is de kleinste spinnekopmolen van Friesland. En die andere molens, dat zijn monnikmolens met veelal een rietbedekking. En dat is ook een verschil. Hier heb je dus een houten beschieting op de molen. En de molen heeft vroeger de polder Tolsma bemalen, maar hij kan nu alleen dus eigenlijk nog water malen van voor naar achter. Dat noemen we circuitbemaling, maar hij heeft geen functie meer om het waterpeil voor Wetterskip Friesland te beheersen. Circuit bemalen is eigenlijk voor de show? Ja, is voor de show. Ja, ja. Maar het is wel belangrijk omdat de molen als monument in stand moet blijven. En dan is het nodig dat de houten schroef die daarin ligt, dat die regelmatig aan alle kanten nat wordt. Want anders dan zou je aan één kant de schroef verdrogen en aan de andere kant verrot die dan doordat hij altijd nat is. En dus om zo lang mogelijk eigenlijk profijt te hebben van het subsidiegeld wat in zo'n molen gestoken wordt als monument, moet je dus de molen ook regelmatig laten draaien. En bovendien is het natuurlijk altijd heel prettig om van mensen reacties te krijgen wat mooi dat die molen draait. En daarvoor ben je dus ook vrijwillig molenaar. Zijn er genoeg vrijwillige molenaars? Er kunnen altijd vrijwillige molenaars bij, want er is nogal een groot verloop. Dus we zoeken altijd weer naar nieuwe mensen. En ook de gemiddelde leeftijd van de molenaars, dat is natuurlijk een probleem van. En vooral jonge mensen, die zien we graag komen. Is mooi werk? Het is zwaar werk, het is fysiek, is het dus behoorlijk zwaar. Je moet geen hoogtevrees hebben. En je moet dus jezelf aanwennen om in alle omstandigheden, want je bent hier alleen, er is verder hier niets, om je in alle omstandigheden zelfstandig te redden.